Test, test, staat hij al aan? Ja? Oh, nou, uh, hallo allemaal, dit is Piet. En ik vroeg me af of jullie ook wel eens dromen over grote bergen snoep, of over lekker ijs, of over vakantie. Ik wel hoor, ik droom bijna altijd over leuke dingen. Laatst heb ik toch zoiets geks gedroomd? Moet je horen. Sinterklaas had me gevraagd of ik met Ameriko wilde gaan wandelen. Amerika? Ja, dat, dat lieve paard van Sinterklaas, weet je wel? Nou vind ik dat altijd heel erg leuk om te doen, dus ik liep zingend het kasteel uit op weg naar de stal. Weet je welk liedje ik zong? Zachtjes gaande paarden paardenvoetjes, trippel, trappel, trippel, trap. Toen ik aankwam bij de stal was Americo al net zo vrolijk als ik. Hij hinnikte blij toen hij me zag. Ik denk dat hij al wist dat er iets leuks ging gebeuren. Ik deed hem gauw zijn teugels om en we gingen op weg. We namen die dag het pad dat vanuit het kasteel meteen omhoog de berg ingaat. Het was prachtig weer. Het zonnetje scheen, de vogeltjes vloten, de lucht was blauw en het gras was groen. Goed zo. Al gauw kwamen we aan bij de bergweide. Daar kon Americo lekker grazen terwijl ik in het zonnetje. Onder de oude eikenboom, Prins heerlijk lag te genieten van het uitzicht, van de prachtige heuvels, het bergbeekje en het dorpje in de verte. Ik keek mijn ogen uit. Hoewel, het leek wel of ik steeds minder ging zien. Ja, weet je hoe dat kwam? Mijn ogen vielen dicht, ik zakte langzaam in slaap. Heerlijk! Maar waarom vertel ik dit jullie eigenlijk? Oh ja, oh ja, ik zou over mijn droom vertellen die ik had. Nou, toen ik daar zo lekker lag te slapen, droomde ik iets heel leuks. Het was een mooie droom, maar het was ook wel een beetje spannend. In mijn droom zag ik namelijk hoe heel in de verte iemand kwam aanrijden op een paard. Een paard net zo wit als Americo. Maar het was Americo niet. Dat kon ook helemaal niet, want Sinterklaas zat er niet op. Nee. Het was een ander paard. Het was een schimmel die ik nog niet eerder had gezien. Langzaam kwamen ze dichterbij en ik kon zien dat het inderdaad niet Sinterklaas was die erop zat. Nee, het was een prins. En niet zomaar een prins. Het was een hele mooie prins. Het was. Het was. Het was prins Piet. Ja, ik had al eens vaker van hem gedroomd, maar nu kwam hij heel dichtbij. Ik werd er een beetje zenuwachtig van. Ik dacht, weet je wat, ik doe gewoon net of ik slaap en dan zullen we wel eens zien wat er gebeurt. Ik keek door de spleetjes van mijn ogen en zag dat hij mij eerst niet eens in de gaten had. Hij liet zijn witte paard ook even grazen in de bergweide en bedacht precies hetzelfde als ik. Hij zag de grote eikenboom en wilde daar eens even lekker onder gaan liggen. Hij kwam steeds dichterbij. Oh, het was een prachtprins hoor. Het was een droomprins, prins Piet. Ik probeerde er natuurlijk op mijn mooist uit te zien. Had gewoon mijn haren een beetje goed gedaan en deed alsof ik niets in de gaten had. <laughs> hij kwam steeds dichterbij. Oh, het was zo spannend. En toen, toen zag hij mij. Hij schrok zelfs een beetje. Dat had hij natuurlijk helemaal niet verwacht, een andere Piet op zijn plekje. Hij kwam bij me zitten en probeerde me heel voorzichtig wakker te maken. En hij zei zachtjes: Despiet, joe, ben je wakker? En hij schudde zachtjes aan mijn arm. Lief, hè? Ik deed natuurlijk alsof ik sliep. Ik kon niet zomaar ineens wakker zijn. Nee, dat zou een beetje raar lijken. En toen gebeurde het. Heel zachtjes kwam hij met zijn lippen dichter bij mijn gezicht. En hij gaf me een kusje. Ik schrok me een pietenhoedje werd wakker en zag niet het gezicht van de prins. Nee, ik keek recht in het gezicht van Amerigo. Die had een lik over mijn wang gegeven. Het was al laat. Hij wilde terug naar huis. Hé, wat jammer. Het was maar een droom. Ach, hoe wel jammer. Amerigo is zo lief. Daar kan geen prins piet tegenop. Nou, dat was mijn droom. Ik hoop dat jullie het een leuke droom vonden. En eh. Uh, als je nou straks gaat slapen, wel te rusten en lekker dromen, hè? Zeg, in die wei waar ik lag te dromen, weet je wel waar ik net over vertelde? Daar liepen ook allemaal koeien. Eentje wilde er een liedje zingen, maar durfde het niet. Weet je waarom? Hij was bang dat de andere koeien allemaal boe zouden roepen. De. Hallo allemaal, ik heb ineens een heel goed plan. Zou ik jullie eens een, een spannend verhaal vertellen? Goed idee, hè? Nou, gaan we doen. Het is een heel spannend verhaal, maar ook wel grappig. Dus zet je schrap. Op een dag werd ik bij Sinterklaas geroepen. Hij vroeg me of ik de binnenplaats van het kasteel wilde verven. Het uh, ligt er allemaal een beetje koudjes bij, zei hij. geen probleem, Sinterklaas, zei ik. Ik hou van verven, ik ga meteen aan de slag. Nou, fijn heel Piet, zei Sinterklaas. Ze Hartstikke fijn en eh, voorzichtig, hè? En doe je het wel een beetje in een eh, beschaafd kleurtje, zei Sinterklaas. Ze ja, tuurlijk Sinterklaas. Kom dik voor mekaar, kom dik voor mekaar. Goed, ik liep naar Kleurpiet om de verf op te halen. Testpiet was er die dag niet, dus ik kan de verf niet testen. Maar volgens mij was de verf die ik meekreeg van Kleurpiet prima in orde. Ik stapelde de grote blikken op mijn karretje. Het waren er echt heel erg veel. Maar ja, het is ook een uh, grote binnenplaats, dus dat is ook logisch. Met mijn karretje liep ik door de gangen van het kasteel. Alles ging goed tot ik bij de kamer van Muziekpiet kwam. Precies op het moment dat ik met mijn karretje voor zijn deur stond, kwam Muziekpiet naar buiten gestart. Hij moest heel nodig naar de wc en hij, uh, hij had nogal haast. Hij had zelfs zo'n haast dat hij niet eens zag dat hij mijn karretje mij nam vergooide. Nou, dat ging maar net goed. Dus heel voorzichtig liep ik verder en er gebeurde gelukkig geen ongeluk meer op weg naar buiten. Toen ik op de binnenplaats aankwam met mijn karretje, voelde ik ineens iets onder mijn rechter schoen. En weet je wat het was? Het was de veter van mijn linkerschoen waar ik op stond en toen struikelde ik paddoes over mijn karretje. En de blikken verf begonnen te wankelen en even later rolden ze allemaal over de binnenplaats. Ja, en dat was nog niet eens zo heel erg, want ze moesten toch van mijn karretje af. Maar de deksels sprongen allemaal open en er kwam groene verf uit. Knauw, groen! Nou, dat was niet het beschaafde kleurtje dat Sinterklaas bedoeld had, denk ik. Het was geen gezicht, de hele binnenplaats was groen. Het was echt verschrikkelijk. Ik probeerde nog wel de, de verf op te vegen, maar. Maar dat maakte het alleen maar erger. Ik kon er echt niks meer aan doen. De verf droogde heel snel en in een munt van tijd lijkt de hele binnenplaats wel één groot groen grasveld. Oh, nou, als Sinterklaas hierachter kwam. Eén voor één kwamen de andere pieten de binnenplaats op en allemaal schrokken ze zich een hoedje. Hulp, Piet, wat heb je nou gedaan? Zei hoge hoogte Piet. En het begon gelijk op te meten hoe hoog het gras stond. En hoog gesproken Piet vroeg ik of hij me misschien kon wegtoveren omdat ik me zo schaamde. Toen muziekpiet naar buiten kwam, begon hij te zingen over de groene stille weide. En acrobatenpiet begon kunstjes te doen, alsof hij in de gymzaal was. Kleurpiet, die vond het een prachtige kleur. Aan Piet vroeg ik of hij misschien iets kon uitvinden dat de verf liet oplossen. Nou, uh, zei prafpiet, met mijn kennis en jarenlange ervaring moet ik daar wel iets voor kunnen bedenken. Wat is eigenlijk het probleem? Het probleem, zei ik. Het probleem is dat de hele binnenplaats groen is. En dat Sinterklaas woedend zou zijn als hij dit allemaal ziet. Ach, wel nee, zei Prafpiet. Dat zal wel meevallen. En bovendien biedt deze groene maat ons tal van nieuwe mogelijkheden. We zouden er bijvoorbeeld op kunnen gaan voetballen. Ja, yeah, voetballen, riep iedereen... Voetballen? Hier o, op de binnenplaats? Ja, natuurlijk, hulp Piet, zei Prof Piet. Wacht. Ik vraag aan Kleur Piet of hij er weer de lijnen op zet. En Klus Piet mag er twee doelen op bouwen. En ik zelf, heb nog wel een bal. Goed, om een lang verhaal kort te maken. Een uurtje later liepen we met alle Pieten het voetballen. En iedereen was super blij en met die mooie groene vloer. En dan uh, zou ik jullie nog eens wat vertellen. Ik won die dag de wedstrijd met 10-0. <laughs> ja, nou, en, en in de maanden die erna kwamen... speelden we grote toernooien op de binnenplaats. En Sinterklaas, die vond het prachtig. En, en kwam altijd kijken als waar het voetballen waren. Ja, maar jammer genoeg was de, was de verf niet zo heel goed... en verdween het groen langzamerhand. En nu... Ja, nu, nu is alles weer bij het oude en de binnenplaats is weer precies zoals die altijd was. Een beetje kaaltjes, hè, zoals Sinterklaas het noemt. Maar als ik vraag of ik de boel dan een beetje zou opvleuren met een beschrijft kleurtje... dan zegt Sinterklaas altijd dat het niet nodig is en, en dat de binnenplaats best mooi is zoals die nu is. Ja, nou, dan snap ik dat niet zo goed. Maar ja, je kunt niet altijd alles begrijpen, toch? En, en, en het fijne is wel dat ik aan jullie een mooi verhaal heb kunnen vertellen. Ja, ik kwam laatst zo blij thuis van de hulpschool. De Pieten vroeg uh, waarom ik zo uh, vrolijk was. Dus ik zei dat ik een complimentje van de juffrouw had gekregen. Oh ja, zeiden de Pieten. Wat vond ze dan nou zo goed? Nou, ze zei dat de hele klas uit sufferds bestaat. En dat ik wel de grootste sufferd ben. Fijn hè? Pieten. Hallo? Hallo? Nou, hier ben ik dan. Het moment waarop jullie allemaal gewacht hebben. Jullie eigen muziek, Piet. Nou zeg het eens. Wat willen jullie aan mij vertellen? Kom maar op, ik luister. Hallo? Zijn jullie daar? Nou, vertel maar. Huh? Wat? Moet ik iets vertellen? Ja, zeg dus helemaal mooi. Kom ik hier door weer en wind naar de studio gelopen? De straten zijn glad. Het vries dat het raakt. Kom ik hier helemaal uitgeput aan? Dan moet ik ook nog een verhaal gaan vertellen. Nou ja, vooruit dan maar. Daar gaan we. Zoals jullie allemaal wel weten ben ik natuurlijk de bekendste Piet van allemaal. Mijn gouden keeltje is geliefd in alle kinderkamers. Maar ook bij de papa's en natuurlijk de mama's. En niet alleen in Nederland, hoor. Nee, deze Piet is beroemd over de hele wereld. Van Maastricht tot Moskou en van Vlissingen tot Las Vegas. En mijn verhaal gaat dan ook over de reis die ik laatst heb gemaakt. Dat ging zo. Op een avond ging ik lekker naar mijn bedje. Ik ben gelukkig een goede slaper, dus binnen een paar minuten sliep ik in en ging rechtstreeks naar Drommeland. De volgende ochtend stond mijn manager al vroeg hard op de deur te kloppen. Hij riep. Muziek Piet, muziek beat, wakker worden we moeten op reis. Je laatste hit staat op nummer 1 in Amerika. Je moet erheen om te gaan zingen. Ik was meteen klaarbakker. Ik vroeg op nummer 1. In Amerika? Een optreden geven? Toch niet in Las Vegas. Jawel! Zei mijn manager. In Las Vegas. En we moeten om tien uur al in het vliegtuig zitten. Jongens en meisjes geloven het of niet, maar ik stond binnen vijf minuten kant en klaar, bepakt en bezakt en met een heel goed humeur op de stoep te wachten op de limousine die me naar het vliegtuig zou brengen. Zingen in Las Vegas. Dat was altijd mijn grootste droom geweest. En die droom ging nu in vervulling. Ik kon het bijna niet geloven. Hupsakee, ik plofte neer op de zachte brede achterbank en ik kreeg een heerlijk glaasje ijskoude limonade. En toen ik op het vliegveld aankwam, stond iedereen daar al op me te wachten. De Pieterband, mijn achtergrondzangeressen en uiteraard mijn fans. Iedereen was blij voor me. Eindelijk naar Amerika. Las Vegas! Ik kom eraan. Het vliegtuig werd snel volgeladen met de muziekinstrumenten en de geluidsspulletjes. Weg waren we. Onderweg werd ik door iedereen heel erg goed verzorgd. Mijn schouders werden gemasseerd. Mijn eten stond er klaar. Ik mocht net zoveel films zien als ik wilde. En zelfs als ik een stukje wilde lopen, deed iemand anders dat voor me. Ongelooflijk. En toen het vliegtuig landde, stond er alweer zo'n grote taxi voor me klaar. Hij reed me in een mum van tijd naar de stad en ik keek mijn ogen uit. Wat was alles groot in Amerika? Wat waren de gebouwen van Las Vegas mooi verlicht? Het leek wel een sprookje. Overal langs de weg stonden mijn fans me uiteraard toe te juichen. Ik draaide het raampje open en wuifde naar de mensen. Hallo Amerika, daar ben ik dan eindelijk in Las Vegas. Hier is jullie eigen muziekpiet. Nou, jongens en meisjes, jullie begrijpen dat het die avond een weergaloze show werd. Toen ik op het podium kwam, riep ik: Hallo Las Vegas, hebben jullie er een beetje zin in? Ik wil die handjes zien. En vanaf dat moment speelden we de mensen helemaal plat met onze fantastische muziek. En toen we na een uurtje onze laatste song speelden, mijn nummer 1-hit, Amerika, ik kom eraan, stond iedereen in de zaal tot aan de laatste rij op de stoelen te springen van enthousiasme. Hier en daar klonk het al: We want more. Uh, wij willen meer. Uh, Muziek Piet, we love you. Muziek Piet, we houden van je. En natuurlijk, Muziek Piet, will you marry me? Muziek Piet, wil je mijn merry zien? Heerlijk, de band zette het laatste nummer in en dat was onvergetelijk. Overal in de zaal staken de mensen lichtjes aan. Het was werkelijk een droom zoals ik daar mijn hit stond te zingen in het magische Las Vegas. Kippenvel mensen. Uitgeput kwam ik die avond heel laat in mijn hotel aan en ik ging uiteraard lekker naar mijn bedje. Zoals ik al zei, ben ik gelukkig een goede slaper. Dus binnen een paar minuten sliep ik en ging rechtstreeks naar Dromeland. De volgende ochtend stond mijn manager alweer vroeg op de deur te kloppen: Muziekpiet, muziekpiet, wakker worden, je hebt je verslapen. We moeten naar Zwijndrecht. Om tien uur moet je daar optreden voor de Nederlandse Vereniging van Linkshoudige Marmottetemmers. En weten jullie wat nou zo gek was? Ik lag gewoon in mijn eigen bed. Dus ze moesten me nog diezelfde nacht teruggevlogen hebben van Amerika naar huis en me hier naar bed hebben gebracht. Vrienden, Ik had er niks van gemerkt. Het was een prachtig avontuur geweest, mijn reis naar Las Vegas. En zal ik jullie eens iets vertellen? Er is een opname gemaakt door een hele bekende platenmaatschappij van dat optreden in Amerika. En ook mijn laatste nummer hebben ze opgenomen. Zal ik het jullie eens laten horen? Hey, hier komt het! Muziekpiet live in Las Vegas met zijn nummer 1-hit. Amerika, ik kom eraan! Er lopen twee zandkorreltjes door de woestijn van Texas, zegt het ene zandkorreltje tegen het andere zandkorreltje. Pst, hey, niet achterom kijken. Volgens mij worden we achtervolgd. <laughs> ik ben leuk! Vang! Hallo! Hallo, kunnen jullie mij horen? Hé, hey, hier is hoge hoogte Piet. Ik zit hier boven op het dak, heel hoog. Ja, wacht, wacht, ik kom even naar beneden. Ja, dat praat wat makkelijker. Zo, hè? hè. Dat is beter. Hallo allemaal. Dit is hoge hoogte Piet. Weten jullie waarom ik zo heet, hoge hoogte Piet? Nou, dat zit zo. So. Ik meet alles op voor Sinterklaas. De hoogte van de schoorstenen. Dat uh, was ik trouwens net aan het doen toen ik jullie riep. Maar ik meet ook de cadeautjes op die door de schoorsteen moeten, om te zien of ze er wel doorheen kunnen. Kijk, het verhaal dat ik jullie wil vertellen gaat ook over schoorstenen. Of eigenlijk over verstopte schoorstenen. Sinterklaas had vorig jaar van verschillende kinderen gehoord dat ze geen cadeautjes in hun schoenen hadden gekregen. En dat terwijl Sinterklaas zeker wist dat hij de pakjes wel degelijk in de schoorsteen had gestopt. Het was een raadsel waar de Sint zich helemaal geen raad mee wist. En het raadsel werd steeds groter omdat er al maar meer meldingen kwamen van schoenkadootjes die plotseling spoorloos verdwenen waren. Sinterklaas snapte er geen sikkepit van en riep me bij zich. Hoge hoogte, Piet, zei hij. Je moet me helpen. Ik weet zeker dat de cadeautjes de schoorsteen ingaan, maar ze komen vervolgens nooit bij de kinderen aan. Hoe kan dat nou? Denk je dat jij dat voor me kunt uitzoeken? Misschien meet je de cadeautjes niet goed op en blijven ze steken in de schoorsteen. Of misschien zijn de schoorstenen wel te lang geworden in Nederland. Ga er eens achteraan als je wilt. Natuurlijk, Sinterklaas, zei ik. En ik rende weg. Eenmaal buiten ging ik steeds langzamer lopen. Ik vroeg me af waar ik naartoe moest. En als ik daar dan was, wat moest ik daar dan doen? Het was mij ook een raadsel waar die schoenkadootjes konden zijn. Ik liep terug naar het kasteel en vroeg aan postpiet. Van welke kinderen de brieven over hun lege schoentjes waren gekomen? Nou, kijk daar maar," uh, zei Postpiet, en hij wees naar een enorme berg post. Zitten ze daar tussen? Vroeg ik. Nee, die kinderen hebben allemaal hun cadeautjes niet gehad," zei hij. Pfff, Nou, het probleem was nog groter dan ik dacht. Ik zocht een paar brieven uit en ging op weg naar de eerste afzender. Het was Aisha, een meisje dat midden in de stad woonde. Ik had haar huis gelukkig snel gevonden, belde aan en Asja deed zelf open. Hallo, hoge hoogte Piet, zei ze. Jij komt zeker de schoorsteen opmeten, hè? Zodat Sinterklaas eindelijk eens een cadeautje in mijn schoen kan stoppen. Eh, uh, 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 ja, uh, zoiets, mompelde ik. Mooi zo. Nou, kijk, dit is de schoorsteen. Groot, hè? Ik heb een chocoladeletter gevraagd en die moet daar makkelijk doorheen kunnen, toch? Nou ja, uh, kijk maar even. Ik moet aan belet, dus ik kan je nu niet verder helpen. Super, doei! En weg was Aisha. Ik nam de breedte van de schoorsteen op en die was inderdaad ruim genoeg voor een letter. Hoe kon het nou toch dat die letter niet door de schoorsteen heen gekomen was? Wat denken jullie? Nou, ik snapte er niks van en ging eens even buiten kijken hoe de schoorsteen op het dak eruit zag. Ik klom langs de dakgoot omhoog en in de mum van tijd zat ik boven op de schoorsteen. Keurig rookkanaaltje, goed geplaatst, keurig geveegd en zelfs met Sinterklaaskeurmerk. Dat zou toch allemaal perfect moeten werken? De hoogte was ook goed. Hij stak lekker ver boven het dak uit. Hmm, misschien was hij zelfs wel iets te hoog. En had ik toch een fout gemaakt met opmeten de vorige keer? Eens even nameten. Ik stak mijn meetlat in de schoorsteen en... en wat was dat? Mijn meetstok bleef al na een paar meter steken. Hoe kon dat nou? Ik probeerde het nog eens. E en nog eens. Nee hoor, de schoorsteen moest minstens tien meter hoog zijn en al na twee meter bleef de stok steken. Hier was iets vreemds aan de hand. Ik pakte mijn zaklamp en keek zo goed en zo kwaad als het kon de schoorsteen in. En raad eens wat ik zag. Wat denk je? Er hing een net in de schoorsteen. En in dat net hing de chocoladeletter voor Aisha. Een A. Ik begreep meteen wat er aan de hand was. Er waren hier boeven aan het werk. Ze hadden een net gehangen in alle schoorstenen van de stad. En daarin vingen ze de cadeautjes op die voor in de schoentjes van de kinderen bedoeld waren. Ze hoefden de pakjes er alleen maar uit te vissen. Al die kinderen zouden hun cadeautjes nooit in hun schoen krijgen. Ik had het raadsel opgelost. Nog diezelfde avond werden alle boeven op heterdaad betrapt en in de gevangenis gestopt. De netten werden weggehaald en roets, 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 overal gleden de cadeautjes soepel bij alle kinderen de schoentjes in. Sinterklaas was dolblij, net als alle kinderen van Nederland. Nou, dat was een kijkje in de keuken van jullie hoge hoogtepiet. En als je rond 5 december in de hoogte kijkt, denk dan maar even aan mij... Misschien zie je me wel ergens op een schoorsteen zitten met mijn meetstokje. Ik beloof dat ik naar nou je zal zwaaien als je me roept. Oké? Okay? Hé hey jongens, hier is hoge hoogte Piet nog even. Ik ga jullie mop vertellen, moet je luisteren? Twee Pieten zijn aan het fietsen. Plotseling stapt één van die Pieten af en laat allebei zijn banden leeglopen. Vraagt die andere Piet, waarom doe je dat? Zegt de eerste Piet, ja, mijn zadel stond een beetje te hoog. <laughs> Leuk hè? De Hallo. Jong lui! Hm, inderdaad, ja, jong en lui. Ik hoor niets. Prof Piet hier! Horen jullie mij? Ah, mooi zo, het werkt. Zeg, ik heb na jarenlang onderzoek en intensief speurwerk een magistraal apparaat ontwikkeld. Het werkt al dus. Ik heb hier een soort grote elektrische lolly in mijn hand en als ik daarin spreek dan wordt alles wat ik zeg meteen opgenomen op een plat zilveren schijfje. Dat schijfje kun je overal mee naartoe nemen... en als je speelt op een speciale speler... dan hoor je altijd weer mijn prachtig stemgeluid. Hè? Zoals nu dus. Hallo? Hoor je mij? Ja, <laughs> zie je wel. Het werkt hoor. Oh, heerlijk, hè? Dit is toch werkelijk geniaal? Jawel, ik blijf de wereld telkens weer verbazen... met mijn wonderbaarlijke uitvindingen. Ja, jullie weten natuurlijk allemaal wie ik ben, toch? Precies, prof Piet. En jullie kennen ook de schitterende ontdekkingen die ik deed in de afgelopen jaren. Dus het heeft geen enkele zin daar nog eens over te vertellen. Zo heb ik bijvoorbeeld uitgevonden de veterstrikmachine. Een werkelijk schitterend apparaatje dat ik in geen enkel huishouden mag ontbreken. De droom van ieder modern kind. Wie van jullie kan heel goed veters vastmaken? Precies, niemand. Nou, met dit apparaat hoef je helemaal niet meer zelf de veters van je schoenen te strikken. Je hoeft alleen maar je voet in de machine te steken... en na een paar seconden, als je jouw voet er weer uithaalt... zit er een keurig gestrikt schoentje aan. En Zelfs als je nog helemaal geen schoenen aan had. Prachtig toch? Hebben jullie je schoentjes aan? Daag niet, niet. Die staan natuurlijk bij de schuiksteen. Jammer, anders hadden we het even kunnen proberen... Uh, natuurlijk, net als in elke uitvinding, zitten er nog wat kleine foutjes in de machine. Ach, dat zijn echt kleinigheden. Laatst kreeg iemand zijn voet niet meer uit het apparaat. Maar dat kwam omdat hij er met houten klomp in was gegaan. Ja, dan raakt de machine natuurlijk volkomen in de war. Tot nu toe komt het ook nog vrij vaak voor dat iemand met schoenen de Vetustriekmachine heen gaat en met zwemvlies aan zijn voeten er weer uit komt. klein probleempje, los ik op. Overigens kreeg ik na de onthulling van de veterstrikmachine de complete VVBM, de Vereniging van Boze Moeders, over me heen. Die vonden dat de kinderen in staat moesten zijn zelf hun veters te strikken. Nou vraag ik je, hoe halen ze het in hun hoofd? Wat is dan nog mijn bestaansrecht als profpiet zijnde? Als ik niet meer onbegrensd mijn briljante geest kan laten wekken, is het einde zoek? Dus dan had de wereld het bijvoorbeeld moeten doen zonder die andere. Onvoorstelbare uitvinding die ik pas deed. Het zwarte licht. Hallo? Hoor je mij nog? Ah, mooi zo. Het zwarte licht. Jullie kennen natuurlijk allemaal gewoon licht dat je aan en uit doet. Zoals daar zijn de gloeilamp, de spaarlamp, de halogeenlamp, de TL. Ha! Allemaal volkomen overbodig geworden door mijn uitvinding van het zwarte licht werkt doodeenvoudig. Het is gewoon een soort schakelaar die je plaatst... naast de gewone lichtschakelaar. Op het moment dat je de zwart lichtknop indrukt... treedt het zwarte licht in werking. Het wordt volkomen donker in de betreffende ruimte. Geniaal toch? Je hoeft er nooit meer aan te denken om het licht uit te doen. <laughs> het is wonderlijk hoe mijn brein... altijd weer zulke briljante dingen bedenkt. Ik sta er zelf ook wel eens versteld van... Het is, denk ik, een combinatie van allerlei dingen. Men neemt talent, intelligentie, deskundigheid... en een snufje slimheid. En zie daar, prof Piet. Hallo. Hoor je me nog? Fijn. Wat een schitterende uitvinding. Zeg, nu we het toch over mengen hebben... ik heb laatst nog iets heerlijks ontdekt. Ik vond ergens in de berg aan een boom... een heel bijzonder, nog onontdekt vruchtje... Dat de vorm van een ei een harig lichtbruin schilletje en van binnen was het groen met zwarte pitjes. Dat nou ook nog compleet nieuwe fruitsoort ontdekt is toch niet te geloven. Ik kan toch niet alles zelf doen, maar goed. Toen ik het vruchtvlees proefde, wist ik meteen hoe ik mijn ontdekking deze heerlijke nieuwe vrucht zou noemen: de wiki. De wiki is een super lekker en gezond stukje fruit, een heel goed te mengen ook. Ontdekte ik. Jullie kennen allemaal de mix, hè? Rijen van mijn betere uitvindingen, nee, zeg ik het zelf. Nou. Ik nam zo'n overheerlijke nieuwe wiki en een banaan en wat aardbeien, sneed ze in stukjes en gooide het allemaal in de mixer samen met wat melk. En het geheel mengde zich in die mixer tot een heerlijk goedje. Ik kan jullie wel vertellen, de shake die er toen ontstond, zo had ik nog nooit geproefd. Ik ontdekte smaken waarvan ik in mijn mooiste dromen niet had durven dromen. Hallo, horen jullie mij nog? Wat is het toch voor kabaal? Is PJ weer aan het mixen? Dag, denk nog even, ik heb nog een leuk mopje. Ja, nu we toch over groente en fruit hebben, <laughs> moet je horen. Stuurpiet wil met een vrachtwagen vol spruiten de grens over, maar hij is zijn paspoort vergeten. Aangekomen bij de grens, zegt de douane Piet: Als je tien spruiten in je mond kunt stoppen, mag je de grens over. Stuurpiet doet wat er van hem gevraagd wordt. En hij begint te tellen. 1 spruit, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En bij 9 begint hij heel hard te lachen. Duane Piet vraagt wat er aan de hand is. Stuur Piet zegt met volle mond. Straks komt mijn collega met een vrachtwagen vol bloemkolen het <laughs> leuk is die, hè? Klop. <laughs> ah, ja, precies. Prachtig hoe die kleuren mengen op het doek. Wat een schitterend schilderij. Al zeg ik het zelf. Hm. Hm. Wat is dat nou weer? Wie stoort mij in mijn atelier? Wie durft er binnen te komen bij Kleurpiet? Ach, zijn jullie het, jongens en meisjes? Wat gezellig. Nou, kom dan maar even binnen en kijk rustig rond in mijn werkruimte. Ja, die kleurplaten daar in de hoek zijn ook heel mooi. Dat zijn uh, tekeningen die jullie aan Sinterklaas hebben gestuurd. Ik bewaar ze allemaal hoor. Prachtig, al die kleuren. Jullie willen zeker wel weten. Waar ik al mijn kleuren vandaan heb, hè? ik zal het jullie vertellen. Ik ben de kleuren namelijk jaren kwijt geweest. Lang, lang, lang heb ik er naar gezocht. De schilderijen die ik in die tijd maakte, hadden ook haast geen kleur. Ik noem het nu mijn grijze periode. Op een dag veranderde alles. En dat ging zo: we zaten gezellig met z'n allen te kletsen tijdens het eten. Het was een vrolijke boel. Hulpiet maakte grapjes. Profpiet zat erop te scheppen over zijn uitvindingen. En Hoge Piet vertelde over de regenboog. En volgens hem was het een hele grote boog in de hemel... met de prachtigste kleuren. En aan het eind van die boog... zou volgens hem een enorme pot met goud staan. Alle pieten die geloofden er niks van. Vooral uh, Profpiet niet. En Hoge Piet hield vol... Als je het einde van de regenboog vindt, staat daar een grote schat op je te wachten. Nou, de Pieter kletste nog een poosje zo door en fantaseerde over die grote pot met goud en wat ze daarmee zouden doen als ze hem vonden. En ik dwaalde helemaal af en zat er de rest van de avond wat stilletjes bij. De regenboog. Zou ik daar dan de kleuren kunnen vinden die ik al zo lang kwijt was? Dat zou toch geweldig zijn? Volgens hoge hoogte waren het de mooiste kleuren die hij ooit had gezien. En vanaf die dag zat ik bijna altijd naar de hemel te staren, wachtend op de regenboog. Maandenlang. Ik schilderde in die tijd geen enkel schilderij. Dat grauwe, grijs en zwart, ik had er schoon genoeg van. Ik wilde de kleuren weer terug. Vrolijke schilderijen maken. Maar waar was nou toch die regenboog? Nooit zag ik hem verschijnen. Tot die ene dag. De ochtend was grauw en grijs begonnen. Ik keek naar buiten, vanuit mijn atelier, en ik zag eerst alleen maar de regen en hoorde de wind gieren om het kasteel. Maar ineens zag ik in de verte het zonnetje. Het scheen zo fel dat het licht me bijna verblindde. Ik, ik, ik kneep mijn ogen tot, tot kleine spleetjes zodat ik nog kon blijven kijken. En toen ineens zag ik hem. Plotseling verscheen hij aan de horizon. Een prachtige, magnifieke, ronde regenboog. Ah, ja, ja, daar waren de kleuren eindelijk. En wat waren ze prachtig? Ik zag het mooiste rood. Geel, blauw, paars, oranje en groen. Dat ik ooit had gezien. Ik rende naar buiten om het allemaal goed te kunnen zien. Het goot nog steeds van de regen, dus ik werd kletsnat. Maar dat maakte me helemaal niks uit. Ik wilde alleen maar kijken en de kleuren van de regenboog in me opnemen. Oh jongens, het was een geweldige dag. Ik had de kleuren weer gevonden. Ik vond het zo mooi dat ik als een magneet naar de regenboog werd toegetrokken. Langzaam begon ik in de richting van die kleurenpracht te lopen. Hoge Hoogtepiet riep nog naar me. Ah, uh, uh, kleurpiet, ga jij die pot met goud zoeken? Ik kon niet eens iets terugzeggen. Het leek wel alsof ik gehypnotiseerd was door die regenboog. Ik zag ook helemaal niet dat de verschillende kleuren verf op mijn palet door elkaar begonnen te lopen. Na een flinke tocht kwam ik aan bij het einde van de regenboog. In mijn ooghoek zag ik inderdaad dat er een uh, grote pot met goud stond... Hm, hooghoogtepiet had dus gelijk. Wat belangrijker was, ik kon de regenboog bijna aanraken. Ik strekte mijn arm uit en toen gebeurde er iets verschrikkelijks. De kleuren vervaagden en de regenboog was binnen een paar seconden verdwenen. Het stopte met regenen en ik plofte bedroefd in het gras. Weg waren de kleuren. En weg was de pot met goud. Ik pakte mijn palet weer van de grond en kreeg toen de verrassing van mijn leven. De kleuren op het palet waren vermengd door de regen en het waren precies de kleuren van de regenboog geworden. Net zo mooi, net zo helder en net zo prachtig. Wat een feest! Ik had de kleuren teruggevonden. Ik rende terug naar het kasteel om de Pieten alle kleuren te laten zien die ik had ontdekt. En vroeg hooggehoogte Piet toen ik aankwam. Heb je de pot met goud gevonden? Ja, zei ik. Hij stond er hoor, uh, die grote pot met goud. Het is waar wat ze zeggen. Aan het eind van de regenboog vind je inderdaad een grote schat. Wat geweldig kleur Piet! Je bent rijk. Gefeliciteerd. Nou, waar heb je het goud gelaten? Laat eens zien. Ik heb wel een uh, schat meegenomen, maar niet het goud, zei ik. <laughs> uh, leuke grap kleur Piet. Er stond natuurlijk helemaal uh, geen pot met goud, zeiden de Pieten. Jawel hoor, zei ik. Een enorme pot. Maar ik heb hem laten staan. Ik heb namelijk een veel grotere schat gevonden. Een grotere schat dan een enorme pot met goud? Ben je gek geworden? Nee hoor. Kijk hier maar op mijn palet. Ik heb de kleuren teruggevonden: rood, geel, blauw, paars, oranje, groen. Zie je? Mooi hè? Is het niet het prachtigste dat je ooit gezien hebt? Nou ja, de Pieten die begrepen er helemaal niets van. Maar voor mij was die dag een feestdag. De dag dat ik de kleuren terugvond. Want sindsdien maak ik de mooiste schilderijen die ik ooit heb gemaakt. Fijne: het is groen en niet zwaar. Lichtgroen. Oh, en dan weet ik er nog één, dan weet ik er nog één met kleur. Het is geel en het houdt van pesten. Een ba-na-na-na-na. van. Mm. Uh, hallo jongens en meisjes, hier hinnikt, ik bedoel hier spreekt het paard van Sinterklaas, Ameriko, Jullie kennen mij allemaal vast, wel hè? Ik ben die witte schimmel waar Sinterklaas altijd op zit als hij aankomt in Nederland. En waarop hij rijdt over de daken als hij jullie de cadeautjes brengt. Ja, ja, dat paard ben ik. <laughs> ik ben er erg trots op dat ik het paard van Sinterklaas mag zijn. Want die baan is me niet zomaar aankomen waaien, hoor. Nee, daar heb ik heel erg mijn best voor moeten doen. Zal ik jullie eens vertellen hoe dat ging? Moet je horen. Ik was nog een hele jonge hengst toen op een dag mijn moeder in de krant las dat Sinterklaas een paard zocht om mee naar zijn werk te gaan. Mama dacht meteen dat dit wel iets voor mij zou zijn. Ze riep me. Amerigo, Amerigo, kom eens gauw kijken wat er in de krant staat. Ik kon zelf toen nog niet zo goed lezen, dus ze las me voor. Goed heiligman zoekt jong en enthousiast paard, bij voorkeur schimmel, om samen mee over de daken te rijden. Ervaring niet nodig. Dakdiploma strekt tot aanbeveling. De Sint zoekt een sterk paard dat in donkere nachten en in weer en wind over gladde daken kan lopen. Het paard moet vriendelijk voor kinderen zijn. Stuur uw reactie plus een beknopt cv naar het kasteel van Sinterklaas. Amerigo, dit is helemaal iets voor jou, zei mijn moeder. Je bent sterk, lief voor kinderen en je loopt het liefst in weer en wind over de smalste regeltjes in de bergen. Ja, maar ik heb helemaal geen dakdiploma, mama. En wat is een CV? Vroeg ik. Uh, dat weet ik ook niet, kind. Maar we sturen gewoon een brief aan Sinterklaas. En wie weet krijg je een uitnodiging. Je zult toch zo langzamerhand op eigen benen moeten gaan staan. Je kunt niet altijd hier thuis blijven wonen. Je moet zelf de kost gaan verdienen. En waar kun je dat nou beter doen dan bij Sinterklaas? Het is echt een geweldige kans. Hmm. En zo gebeurde het dat ik een paar dagen later al bij Sinterklaas op de stoep stond. Maar dat was wel even schrikken, jongens en meisjes. Ik was helemaal niet het enige paard dat Sinterklaas had uitgenodigd. Er stonden wel honderd prachtige paarden. Ik wilde al bijna weer naar huis toe gaan toen paardenpiet op mij afkwam. Tjong, wat ben jij een prachtig sterk paard zeg. Goed dat je gekomen bent. Hoe heet je? Amerigo? Heel goed, Amerigo. Ik bind jou dit rugnummer even om en dan mag je daar gaan staan bij de andere paarden. We gaan zometeen een paar testjes met jullie doen, en het beste paard wordt het paard van Sinterklaas. Ik geef je een goede kans. Hoewel, uh, er is nog zo'n prachtige hengst als jij. Vedor heet hij. Kijk, daar staat hij. Schitterend beest. Maar ik vertrouw hem niet helemaal. De tests begonnen. En ik deed verschrikkelijk mijn best. Er waren heel veel zwarte pieten die onze prestaties opschreven. We moesten springen, pakjes dragen, voorzichtig tussen een heleboel kinderen doorlopen. En natuurlijk moesten we ook over de daken rennen. Mm -hmm. En jullie geloven het niet, maar toen alle tests voorbij waren, bleven er twee paarden over die precies evenveel punten hadden gehaald: ik en Fedor. Nu werd dat spannend. Maar ik werd pas echt zenuwachtig toen Sinterklaas verscheen. Hmm. Hij kwam Fedor en mij eens even van dichtbij bekijken. Hij mompelde wat en vond ons, geloof ik, allebei wel heel erg mooi. Prachtig, prachtig, zei Sinterklaas. Mooie hoge benen, sterk lijf, goed in balans, schitterende vacht. Fedor heeft mooie manen en Amerigo de mooiste staart die ik ooit heb gezien. Maar... Vooruit, de laatste test zal uitwijzen wie mijn nieuwe paard wordt: Amerigo of Vedor. En denk eraan, paarden, het gaat mij niet alleen om kracht en snelheid, het gaat mij er ook om wie het liefst is en het eerlijkst. Toen de laatste test begon, stonden alle andere paarden langs de baan en keken vol bewondering en ook wel een beetje jaloers naar ons tweeën. We moesten in de laatste wedstrijd rennen over daken, springen over sloten, uh, sprinten langs de velden en de weg vinden in een doolhof dat net buiten de boorten van het kasteel stond. En dat alles moest met een heleboel pakjes op onze rug die ook nog eens helemaal heel teruggebracht moesten worden naar de eindstreep. Fedor en ik wensten elkaar succes en pam, daar klonk het startschot. Weg waren we. Ik, ik nam meteen een voorsprong op Fedor. Het, het ging geweldig. Mm -hmm. Natuurlijk was ik moe, maar ik, ik zette door, jongelui. En, en toen ik bij het doolhof aankwam, lag ik al een heel eind voor. Maar toen ik eindelijk de weg had gevonden uit het doolhof... zag ik Fedor al heel ver voor me uit naar de eindstreep rennen. Hoe was dit mogelijk? Hoe had Fedor de weg uit het doolhof zo snel kunnen vinden? Ongelooflijk! De, de moed zonk me in de hoeven. En ik slofte heel droevig en uitgeput over de eindstreep. Iedereen stond te juichen voor Vedor, en er was niemand die iets tegen mij zei. Ik stond daar maar in mijn eentje een beetje uit te hijgen, totdat paardenpiet naar me toe kwam. Geef niks hoor, Amerigo. Je hebt het fantastisch gedaan. Je bent een geweldig paard en ik snap niet hoe die Vedor het voor elkaar gekregen heeft, maar. Eerlijk is eerlijk, hij was eerder over de finish dan jij. Tja, jongelui, dat was waar. Ik feliciteerde mijn tegenstander en Sinterklaas kwam naar voren. Hij kuchte. <coughs> Geachte aanwezige paarden en pieten, de allesbeslissende race die ging om kracht, snelheid en eerlijkheid. Bij het uitspreken van dat laatste woord, jongens en meisjes, keek hij heel boos naar Fedor. Sinterklaas ging verder: De winnaar, en dus het paard dat zich vanaf vandaag het paard van Sinterklaas mag noemen, is Amerigo. Nou ja, <tie> ik wist niet wat ik hoorde, ik, ik was zo blij, ik, ik kon het gewoon niet geloven, jongens en meisjes. Wat was er gebeurd? Hoe kon Sinterklaas mij nu uitgekozen hebben? Fedor had toch de laatste race gewonnen? Sinterklaas nam opnieuw het woord. Het was een spannende race. In het begin lag Amerigo aan kop. Het was duidelijk dat hij het sterkst en het snelst was. Maar hij was ook het eerlijkst. Want Spurpiet heeft me verteld dat Fedor stiekem langs het doolhof is geslopen en helemaal het labirint niet in is geweest. Vandaar dat hij ineens een voorsprong had. Dus Americo is niet alleen de snelste en de sterkste, maar ook nog het eerlijkste paard. Americo, welkom in mijn kasteel. Wij worden vast heel goede vrienden. Mm. En, en, sinds die dag, jongens en meisjes, ben ik het paard van Sinterklaas. Goed hè? Nou, eh uh, ik ga weer verder, hoor. Ik moet nog een heleboel pakjes bezorgen vandaag. En uh, oh ja, dat is nog wel even leuk om te vertellen. Ik vroeg laatst nog aan Sinterklaas wat dat nou eigenlijk is. Een CV. Je weet wel, waar die nou vroeg in zijn advertentie toen, hè? Weet je wat Sinterklaas zei? Hij had zelf ook geen idee. Hmm. Hmm. Ik, ik, uh, hier ben ik nog even. Ik, uh, ik, ja, ik heb nog misschien nog wel even een leuk mopje. Uh, ja. er staan twee paarden in de wei niet ik hoor. Uh, er staan twee paarden in de wei. Eentje moet de hele tijd niesen. Vraagt dat ene paard. Hoe kom jij zo verkouden? Uh, zegt dat andere paard. Ja, uh, dat komt. Uh, de boer die laat steeds het hek openstaan. Mm. Lachen. Hè? Sinterklaas. En buig. Twee, drie, vier, stek, Twee, drie, vier. Even rusten hoor. Oh, zijn jullie er al? Gezellig, hier is, hier is acrobaten Piet. Ik was even mijn oefeningen aan het doen. Want acrobaten Piet, dat word je natuurlijk niet zomaar. Hè? Daar moet je heel hard voor trainen. En dat doe ik dan ook, elke dag, urenlang. Maar ja, daardoor kan ik wel overal opklimmen en de gekste capriolen uithalen als dat moet. Hè? Ik ben al heel lang acrobaten Piet, lang als ik me kan herinneren. En ik ben door al dat trainen zo goed geworden dat ik op een dag door Sinterklaas benoemd werd tot de beste acrobaat van het land. En ik kreeg van hem de gouden pepernoot. Ik ben er natuurlijk heel erg trots op, op die gouden pepernoot. En ik draag hem dan ook altijd aan een gouden kettingje om mijn nek. Altijd. Dag en nacht. Nou ja, altijd. Ik ben hem een poosje kwijt geweest. Zal ik jullie eens vertellen hoe dat kwam? Goed. Op een dag was ik weer eens hard aan het trainen. Ik hing in de touwen van de gymzaal. Heerlijk vond ik het. Klimmen in de touwen, dat, dat is mijn lievelingskuntje. Ik klom en ik sprong. Ik zweefde door de lucht en draaide in het rond. Ik was, ik was in topvorm wat ik niet gemerkt had, was dat mijn gouden pepernoot door al die wilde toeren langzaam maar zeker los was geraakt van mijn nek en blijkbaar naar beneden was gevallen. Toen ik klaar was met mijn training, voelde ik op mijn borst en hij was weg. Mijn prachtige gouden pepernoot was verdwenen. Ik zocht de hele gymzaal af. Onder de mat, achter het klimrek, in de kleedkamer, maar ik vond niets. Hoe moest ik nou toch verder zonder mijn pepernoot? Vanaf dat moment, als ik in de touwen mijn kunstjes aan het doen was, voelde ik me altijd een beetje bibberig. Het leek wel alsof ik weer net zo zenuwachtig was als in mijn begintijd, toen ik nog maar een hele kleine acrobaat was. Maar ik wist wel hoe dat kwam hoor. Ik miste mijn gouden gelukspepernoot. Ik, ik was ten einde raad en, en ik vroeg aan Speurpiet of hij me wilde helpen. Tja, zei Speurpiet, uh, dat lijkt me wel duidelijk, hè? Die pepernoot van jou die is natuurlijk gewoon gestolen. Dat ding is heel veel geld waard. Puur goud, wat denk je? Elke boef wil wel zo'n gouden pepernoot hebben. Tja, daar had ik nog nooit zo over nagedacht. Zou het waar zijn? En, en hoe hadden de boeven hem dan gestolen? Nou, daar had Speurpiet ook wel een antwoord op... Dat, is, dat lijkt me heel simpel, hè? Jij hebt hem laten vallen tijdens je training. En toen je even niet keek, hebben de boeven hem meteen opgeraapt en meegenomen. Blijkt me duidelijk. Appeltje, eitje. Oh, jongens en meisjes, ik was zo verdrietig. Zou Speurpiet gelijk hebben? Wat denken jullie? Nou, Speurpiet zag wel dat ik helemaal van streek was en hij verzond een list. Eh, uh, moet je horen, acrobatenpiet, zei hij... Uh, we zetten in de Sinterklaaskrant dat je van Sinterklaas... een nieuwe, nog grotere gouden pepernoot hebt gekregen... omdat je steeds beter wordt in je werk. Als de boeven dat lezen, gaan ze je vast weer in de gaten houden. Maar nu hou ik de wacht... en vang ze als in de buurt van de gymzaal durven te komen. Wat een geweldig plan! Ik belde meteen de krant... En daarna maakten we samen een nep gouden pepernoot. De volgende dag had ik hem al om mijn nek hangen toen ik naar de gymzaal ging. Speurpiet hield te wachten terwijl ik aan het trainen was. En ja hoor, na een poosje hoorde ik voetstappen in de gangen naast de gymzaal. Oeh, als Speurpiet nu maar goed oplette. Ik voerde ons plan uit en liet expres mijn nep pepernoot op de grond vallen. Ik deed alsof ik niks in de gaten had. En daar kwamen de boeven al aangeslopen. Eén van de twee griste de pepernoot van de mat en wilde snel weer naar buiten gaan. Maar op dat moment sprong Speurpiet tevoorschijn en riep: Aha, op heterdaad betrapt. De boeven zetten het op een lopen en klommen in de touwen om zo via het raam naar buiten te kunnen vluchten. Grijp ze, acrobatenpiet, ga erachteraan! riep Speurpiet. Nou jongens, hoe het kwam weet ik niet. Maar plotseling was ik niet meer bibberig en sprong ik de boeven achterna. En klom sneller dan ooit omhoog en greep de twee boeven bij hun kladden. Even later stonden we weer op de grond en Speurpiet rekende de twee dieven in. Zo, vertel nu maar eens waar jullie de echte gouden pepernoot hebben verborgen. De twee boeven stonden te bibberen van angst en een van hen knopte zijn shirt open. En daar, jongens en meisjes, ik geloofde mijn ogen niet. Daar hing de prachtige, enige echte gouden pepernoot die ik van Sinterklaas had gekregen. Zo, geef dat ding maar snel terug aan Acrobatenpiet, want hij is hier de enige echte rechtmatige eigenaar van de gouden pepernoot, zei Speurpiet. De boeven gaven de pepernoot terug aan mij, en Speurpiet voerde ze af naar de gevangenis. En sindsdien. Draag ik mijn kostbaarste bezit nog steviger om mijn nek. Ik ben mijn gouden pepernoot gelukkig nooit meer kwijt geweest. De directeur van Circus Hoepla wordt gebeld door iemand die in zijn circus wil komen werken. Wat kun je allemaal? vraagt de directeur. Uh, nou, ik kan zingen, jongleren en uh, trompet spelen, zegt de beller. Nee, nee, dat is niet genoeg, zegt de directeur. Je kunt hier niet, Komen werken. Hoort hij aan de andere kant van de lijn. Maar wat verwacht u dan nog meer van een olifant? <laughs> Wensen. Simsalabim met klapperende oren. De kinderen kunnen me nu allemaal horen. Dit huh? uh, 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 lukt niet. Uh, ze kunnen me nog niet horen. Uh, nou, nog een keertje proberen. Um, Simsalabim met klapperende oren. De kinderen kunnen me nu allemaal horen. Horen jullie me nu? Hallo? Hallo? Ja. Uh, ja? Echt waar? Kun je me nu horen? Joepie! Want het is weer gelukt. Zie je nou wel dat ik kan goochelen? Hallo allemaal, ik ben Speed, Maar dan hadden jullie natuurlijk al in de gaten. Sinterklaas vroeg mij of ik voor jullie een verhaaltje uit de hogere hoed wilde toveren. Nou, wat vinden jullie? Zal ik dat eens doen? Ja? Nou, oké. Okay. Dan nou, wacht even hoor. Ik ga het proberen. Simsalabim, Salabim, in prachtige taal tover ik een spannend verhaal. Ja, ja, het is alweer gelukt! Ja, ongelooflijk! Nou moet je opletten. Hoor. Hier komt het verhaal. Eh, eh, eh. Op een dag in het grote kasteel van Sinterklaas gebeurde er iets vervelends. Alle cadeautjes die Sinterklaas koopt staan opgeslagen in een hele grote kamer. Er staan altijd wel duizenden pakjes in. Dus die kamer die moet natuurlijk altijd heel goed op slot, en dat doet Sinterklaas altijd zelf. Niet met een grote sleutel, maar juist met een heel klein sleuteltje. Nog kleiner dan het allerkleinste torretje. Slim hè, van Sinterklaas? Want een grote sleutel, die vinden de boeven natuurlijk veel sneller dan een piepkleine. Maar op een dag ging het mis. Sinterklaas was met de cadeautjes bezig geweest en aan het eind van de dag ging hij moe maar tevreden de kamer uit. Hij deed de deur op slot met het kleine sleuteltje en. Hij liet het sleuteltje vallen op de grond. En het was nergens meer te vinden. Dag, Sinterklaas. Is er iets aan de hand? vroeg ik. Toen ik langsliep. sliep. Uh, uh, nee, uh, er is niks aan de hand, Piet, Ik, uh, mompelde de Sint. Ik, uh, ach, laat ik je het ook maar vertellen, hokuspokuspiet. Misschien kun je me helpen. Ik heb het sleuteltje van de cadeaukamer hier laten vallen. En ik kan het nergens meer terugvinden. Het sleuteltje is zo klein. Het kan overal wat tussendoor gevallen zijn. Kun jij jezelf misschien heel klein toveren... zodat je in de kleinste hoekjes en gaatjes kunt zoeken? Ja, natuurlijk, Sinterklaas. Graag, zei ik. Fijn. Jij kent vast wel een spreuk waardoor je heel klein wordt, zei Sinterklaas. Ja hoor, die ken ik heel goed. Ik heb hem toevallig gisteren nog geoefend, zei ik. Uh, simsalabim, tila latijn. Ik ben als een miertje zo klein. En poef, weg was ik. Uh, Hocus pocus... Waar ben je nou, riep Sinterklaas. Hier Sinterklaas, achter de kruimel, riep ik. Sinterklaas hoorde me niet. Mijn stem was natuurlijk ook heel erg zachtjes geworden. Ik klom via zijn schoen naar zijn kuiten en kriebelde hem aan zijn been. De sim begon meteen te lachen. <tie> nee, <tie> niet kietelen. <tie> nee, dat kan ik niet tegen. Ah nou, Wie doet dat nou? Wie doet dat nou? Hou op! <tie> oh, oh, <tie> en toen keek hij naar beneden en zag mij hangen aan zijn kuit. Oh, daar ben je ook Mooi zo. Het is je gelukt. Oh, wat goed. Nou, aan het werk dan maar, hè. Kijk nou maar alsof je het sleuteltje snel kan vinden. Ik liep me weer op de grond vallen... en kroop in alle kiertjes en gaatjes. En dat was nog moeilijker dan ik dacht. We wonen in een heel oud kasteel... en er zijn zoveel hoekjes en spleetjes. Ik was natuurlijk ook heel klein... dus een klein stukje lopen... Leek nu ineens een heel eind. Maar na een poosje, ja geloof het of niet, vond ik het sleuteltje. En niet zo gek dat Sinterklaas het niet had kunnen vinden. Het lag in een kiertje onder een kruimel van een pepernoot. Oh wat was ik blij! Ik kroop uit het kiertje met de sleutel in mijn hand. Kijk eens, Sinterklaas, ik heb hem gevonden! Nou Goed gedaan, hokuspokuspiet, riep Sinterklaas. Gelukkig, nu kunnen we weer in en uit het belangrijkste kamertje van het kasteel. Erg fijn, dank je wel, hoor. Gogel jezelf nu maar snel weer groot, anders zijn we jou dadelijk ook nog kwijt. En dat zou niet best zijn, hè? Nee, <laughs> nee dat zou niet best zijn. <laughs> Terwijl Sinterklaas wegliep, probeerde ik uit alle macht de spreuk op te zeggen die me weer normaal moest maken. Simsalabim, pontificaal. Nu ben ik weer normaal. Uh, nee. nee, dat is ook niet uh, helemaal goed. Um, simsalabim, horizontaal. Nu ben ik weer helemaal normaal. Die uh, nee, is ook uh, niet goed. Ik, ik bleef maar klein. Wat ik ook probeerde, het lukte niet. Ik was de terugtoverspreuk vergeten. Oh jongens, waar moet ik nu toch beginnen? Alle pieten liepen langs, maar niemand kon me horen en niemand kon me zien. Opeens zag ik in de verte een heel klein torretje aankomen. Net als ik had het torretje een hoge hoed op en in zijn ene pootje had hij. een toverstaf. Toen hij langsliep nam hij heel even zijn hoed af. Ha, collega, zei hij en weg was hij. Uh, wacht, wacht, riep ik. Uh, je moet me helpen, Tor. Tor, Tor, zei de tor. Mijn naam is Torovits, de grote tovenaar. Oh, je mag best Wiets iets zeggen hoor. Wat is er aan de hand? Oh, wat fijn dat ik je zie. Ik ben normaal gesproken veel groter, maar ik heb mezelf klein getoverd voor Sinterklaas. En nu kan ik mezelf niet meer terugtoveren, want ik. Uh, ik ben de toverspreuk vergeten. Uh, klein gemaakt voor Sinterklaas. Dat is wel een heel vreemd verhaal hoor. Uh, ik zie wel dat je in paniek bent. De spruik is heel simpel. Ik zal je helpen, maar je moet me wel één ding beloven, zei meneer Torrovitsch. Uh, ja, ja, natuurlijk, meneer Wimowitsch. Uh, 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 uh. Kijk, zei de tor. Zoals je begrijpt, leef ik hier in het kasteel van de kruimels die jullie laten vallen. Als jullie hier elke keer maar schoonmaken, blijft er geen kruimel meer over. Kun je ervoor zorgen dat die schoonmaakpiet van jullie iets minder schoonmaakt? Ja, natuurlijk, meneer Torevic. Ik regel het meteen als ik hem zie. Nou goed dan, ik vertrouw je, zei de Torg. Nou hou je vast, Dan ga je hoor. Simsalabim. wat een gedoe allemaal. Jij bent weer helemaal normaal. En pof! Ik was weer groot. Ik was zo blij, zo blij, ik stond te dansen van plezier. Hé, 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 zeg, een beetje voorzichtig daarboven, riep de Torg. Oeps, ik was bijna op hem gestaan. Dank u wel, meneer Torrovitsch. Ik regel het allemaal met schoonmaakpiet, hoor. Dag! Maar hij was al doorgelopen. En sinds die dag maakt schoonmaakpiet iets minder vaak schoon. En gooi ik af en toe stiekem een zakje kruimels op de plek waar ik meneer Torrovitsch was tegengekomen. Soms zie ik hem nog wel eens. En dan neemt hij heel even zijn hoedje voor me af. Wat een mooi verhaal, hè? Ik heb nog een mop. <laughs> Let op. <laughs> Hoe haalt een goochelaar een papegaai uit het zwembad? Nou, 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 nou. Nat. Je. Yo, hey kids. Alles kids. PJ Rules, weet je wel. Met mij gaat het goed. Hé, hey, ik, ik kom net thuis. Ben lekker wezen surfen met Danspiet. Is wel cool hoor. Zij leert mij dansen en ik leer haar surfen. Met dansen gaat het best wel relaxed of zo. Zij vindt dat het niet snel genoeg gaat, maar ik vind dat ik al een hoop geleerd heb van haar. Ik, ik ken al best wel veel pasjes. Zij is alleen altijd zo druk en wil alles veel te snel doen. En ik zeg altijd maar. Relax is flex, weet je wel. Rustig aan, ik leer het heus wel. Surfen lukt haar nog niet zo erg, want die Danspiet die wil alleen maar. Nou, wat denk je? Dansen. Precies, toen we vandaag dus lekker op die plank stonden, begon ze ineens te dansen op die surfplank. En ze stond op haar handen, draaide rondjes, ze sprong in het rond. En weet je wat het gekke was? Ze bleef gewoon op die plank staan. Ze viel niet eens het water in. Het zag er niet uit natuurlijk, op een surfplank ga je niet dansen. Maar echt waar, ze bleef keurig staan. Het was eigenlijk wel een grappig gezicht of zo. Hé, hey, luister kids. Ik moet jullie iets vertellen. Ik heb net echt een geweldige, dikke nieuwe sound gevonden. Zal ik jullie vertellen hoe dat gegaan is? Yo, moet je horen. Het is een hele drukke tijd op het moment. En ik ben best wel moe of zo. Nou, gisteren was ik weer lekker een nieuw liedje aan het mixen. En het ging als een speer. Maar ik merkte wel dat ik steeds meer slaap kreeg. En, en blijkbaar was ik op een gegeven moment ook echt in slaap gevallen. Want uh, toen ik op de klok keek, was het ineens een paar uur later. Zomaar plof op de draaitafel in slaap gevallen. Lachen toch? Nou, even lekker een tukkie doen. Dat is toch wel het fijnste wat er is. Relax is flex, weet je wel. Maar goed, toen ik weer wakker werd, moest ik wel weer verder aan het liedje. Dus ik luisterde even wat ik allemaal had gemaakt voordat ik in slaap viel. Nou. Dat klonk best wel helemaal te gek of zo. Dat kon best wel weer eens een dikke hit worden. Maar aan het einde van het lied hoorde ik ineens een raar geluid. Wat was dat nou? Dit geluid had ik nog nooit uit de computer gehoord. Het leek wel een geluid van een diertje of zo. Ik probeerde alle toetsen van mijn toetsenbord en alle muziekinstrumenten die ik maar kon bedenken, maar ik kon dat geluid nergens meer terugvinden. Waar kwam dat hippe geluidje nou toch vandaan? Hoe was dat in mijn liedje terechtgekomen? Wat denken jullie? Nou, ik had geen idee. En ik haalde Muziekpiet erbij. Die denkt dat hij ook verstand heeft van muziek. Dus misschien kon hij mij helpen. Ik liet hem het liedje horen. En we stonden samen lekker te luisteren en te swingen. Muziekpiet vond het echt cool wat ik had gemaakt. Maar aan het eind van het lied schoot hij ontzettend in de lach. Wat heb je nou gedaan, PJ? Zei hij. Ben je in slaap gevallen tijdens het mixen of zo? Ja, dat klopt. Ik had even een klein tukje gedaan. Maar hoe weet je dat? Vroeg ik. Nou, je ligt gewoon te snurken, man. Huh, je hebt je eigen gesnurk opgenomen. Dus ik zeg gesnurk? Echt waar? En ik luisterde nog eens goed. En jawel hoor, en mijn muziekpiet had gelijk. Aan het einde van het lied was duidelijk te horen hoe ik lag te snurken. Dat was dus dat geluidje. Helemaal te gek. Ik was in slaap gevallen en had per ongeluk met mijn hoofd op die opnameknop gedrukt. Zo was mijn gesnurk op de band terechtgekomen. Lachen man. Hé, hey, uh, bedankt muziekpiet. Nou kan ik weer verder. Weet je wat ik ga doen? Ik ga die snurk gebruiken om er een nieuwe hit mee te maken. En ik ging lekker relaxed aan het werk met mijn nieuwe sound. Het werd een tophit. Luister maar. Het lied staat als nummer 2 op de CD. Weet je wel. Hé, hey kids, ik ga even een tuckie doen. Maar niet voordat ik heb gezegd: Relax is flex. Weet je wel. Yo. Hey, yo kids. Alles flex. Ik heb nog een mopje. Weet je waarom ik wel eens water over mijn computer heen gooi. Nou. Dan kan ik lekker op het internet surfen. Ha, weet je wel, lachen toch? Een... Hoi allemaal, hier is Danspiet. Zijn jullie allemaal goed aan het oefenen op het dansje voor Sinterklaas? Doen hoor, het is een grote verrassing voor hem. Nou, ja, ik heb eigenlijk helemaal geen tijd, want ik wil nog heel veel dansen vandaag. Oh, wacht even hoor. PJ heeft zijn muziek weer eens te hard staan. Hé, hey, PJ! Zet eens even die muziek uit, joh! Oh nee, hij hoort me weer niet. Zit zeker weer een beetje te relaxen, flexen, weet je wel? Hé, hey, PJ! Ik zit even een verhaal te vertellen aan de kinderen thuis. En dat kan niet als jij die muziek zo hard hebt staan. Dan kan ik er mijn aandacht niet bij houden. <laughs> nou, hè? Ik geloof dat de boodschap is overgekomen, hoor. Ja, oh, hij komt in beweging. Het is echt waar. Ongelooflijk. <laughs> nou, gelukkig maar. Uh, wat ging ik ook weer doen? Oh! Oh ja, ik zou jullie een verhaaltje vertellen, hè? Oké, okay, nou even snel dan, want ik moet nog heel veel doen vandaag. Uh, nou, ik ben dus bezig om overal in Nederland aan iedereen mijn dansje te leren. Elke dag ben ik ergens anders, en dat is leuk, maar druk natuurlijk. Op een dag liep bijna alles in de soep. Luister maar eens. Ik was die ochtend vroeg opgestaan, want ik moest in een hele grote stad aan duizenden kinderen mijn dansje gaan leren. Ik had er heel erg veel zin in, dus stond ik vrolijk op. Ik ben trouwens altijd wel vrolijk hoor. Na het douchen en het ontbijt danste ik de deur uit om op weg te gaan. En toen gebeurde het. Op het moment dat ik naar buiten wilde gaan, kwam muziek Piet naar binnen en hij ging met zijn volle gewicht, en dat is nogal wat, op mijn teen staan. Auw, riep ik, kijk toch uit waar je loopt, muziek Piet. Nou, hij zei wel, sorry, maar ja, daar had ik natuurlijk weinig aan. Meteen deed heel erg pijn. Wat een toestand. Met een zere teen kun je natuurlijk niet dansen. Ik ging toch maar op weg, maar tijdens de reis begon mijn teen steeds dikker te worden. Toen ik aankwam in de grote stad en mijn schoen uitdeed om even te kijken, wist ik niet wat ik zag. Zo'n grote, grote teen had ik nog nooit gezien. In de kleedkamer zette ik mijn tas neer en ging zitten. Wat moest ik nou toch beginnen? Duizenden kinderen zaten op me te wachten. Ik kon niet eens lopen, laat staan dat ik een dansje voor kon doen. Jullie mogen best weten dat er een paar dikke tranen over mijn wangen liepen. Ik was echt heel verdrietig. Ineens werd er op de deur geklopt. Ik veegde de tranen van mijn wangen en riep, binnen! Er stapte een meneer en een meisje mijn kleedkamer in. Hallo danspiet, zei de meneer. Ik wilde je even voorstellen aan je grootste fan. Dit is Brechtje. En Brechtje kent al jouw dansjes helemaal uit haar hoofd. Goh, wat leuk, zei ik. Hallo Brechtje, stoer zegt dat jij alles kent. Ja, Danspiet, zei ze, ik doe de hele dag niks anders dan jouw dansjes dansen. Ik ken ze allemaal. Zal ik er eens eentje voordoen? Oh, uh, nou, ja, natuurlijk. Graag, riep ik. En hupsakee, daar ging Brechtje. Ze dansten de sterren van de hemel. Aan het eind van het lied wilde ik wel opspringen van enthousiasme. Maar toen ik dat probeerde, kromp ik in een van de pijn. Oh, jongens, meteen werd steeds dikker. Ineens kreeg ik een briljant idee. Ik vroeg aan Brechtje of ze misschien ook mijn nieuwe dansje voor Sinterklaas al kende. Het dansje dat ik die dag aan al die kinderen moest gaan leren. Ja, natuurlijk kennen ze dat. Ze liet het me zien en het was echt geweldig hoe ze danste. Weet je wat, zei ik, jij gaat gewoon vandaag het podium op in plaats van mij. Wil je dat? Dat had ik natuurlijk helemaal niet hoeven vragen. Natuurlijk wilde Brechtje dat. En even later stond ze samen met mij op het podium. Al vond ze dat best een beetje eng. Ik stelde haar netjes voor aan de kinderen in de zaal en vertelde over mijn pijnlijke teen. De duizenden jongens en meisjes leerden het dansje die dag van mijn assistente Brechtje. En dat ging echt heel erg goed. Ik was zo trots op haar. En zo kwam uiteindelijk alles toch nog goed. Mijn teen was gelukkig niet gebroken, zodat ik de volgende dag alweer gewoon zelf kon dansen. Maar ik weet wel wat ik moet doen als er nog eens zoiets gebeurt: dan bel ik gewoon Brechtje. Mijn grootste fan. Oh, hier is Danspiet nog even. Zeg, ik hoorde gisteren een leuke mop van Hulpiet die ik graag aan jullie wil vertellen. Weet je waar een sneeuwman dansen gaat? Nou, op een sneeuwbal. <laughs> Super. Hallo jongens en meisjes, hier spreekt Sinterklaas. Hoor jullie mij? <laughs> mooi, mooi, mooi. Ach jongens, ik vind het toch zo heerlijk om ieder jaar weer in Nederland te zijn. Ik verheug me er altijd op jullie te zien. Iedereen doet altijd zo zijn best me te verrassen. Ik heb ook nu weer zulke mooie brieven van jullie gekregen. En de tekeningen lijken ook wel elk jaar prachtiger te worden. En onthoud goed, met elke brief en elke tekening ben ik even blij. Ik heb zelfs een speciale zaal in mijn kasteel voor al jullie tekeningen. En de brieven, die bewaar ik in mijn grote boek. Prachtige verhalen schrijven jullie aan mij. Dus reken erop, ook dit jaar ben ik weer met veel plezier in Holland hoor. En als dank voor alle mooie verrassingen die ik altijd krijg, ga ik jullie vandaag eens een mooi verhaal vertellen. Een heel bijzonder verhaal. Het is een hoorspel. Weten jullie wat dat is, een hoorspel? Let maar op, je hoort het vanzelf. Het was een koude winteravond. De wind gierde om het huis. Maar binnen was het lekker warm. Ik zat voordat ik ging slapen. Nog even te lezen in het grote boek. Je weet wel, het grote boek waarin ik al jullie brieven en verlanglijstjes bewaar. Er werd op de deur geklopt. Binnen, zei ik. De deur ging piepend open. Het was Piet. Hij bracht me een lekker glaasje warme melk. Heerlijk vind ik dat voor het slapen gaan. Dankjewel, Piet. Welterusten, Sinterklaas. En daar ging Piet weer. Hij deed de deur weer dicht. Ik dronk mijn glaasje warme melk voorzichtig op. Het was nog wel een beetje heet. En las verder in mijn grote boek. Tjonge, tjonge, wat hadden jullie mij weer veel brieven gestuurd? De ene brief was nog mooier dan de andere. En de verlanglijsten zagen er ook zo keurig uit. Hmm, een speelgoedhondje voor Heidi. Bruf, 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 bruf. Oh, een fluit voor Fleurtje. Ah, <transcript> oh, een fiets voor Flores. Tring, 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 tring. En een autootje voor Ahmed. Toet-toet. Nou, zo zat ik dus nog een hele tijd te lezen en na te denken over de cadeautjes die ik allemaal mee moest nemen. Het werd later en later. Ik begon moe te worden en moest gapen. Langzaamaan begonnen mijn ogen dicht te vallen. Tijd om het boek weg te leggen en heerlijk onder de wol te kruipen. Buiten waaide het nog steeds. Maar ik lag lekker warm in mijn bed en viel als een blok in slaap. De volgende ochtend werd ik wakker van de wekker. Buiten waren de vogeltjes alweer aan het fluiten. En nog altijd waaide het heel hard. Piet klopte op de deur, deed de deur open. En bracht me mijn ontbijt. Toen hij wegging, deed hij de deur weer dicht. Ik at mijn boterhammetjes lekker op. En na het eten wilde ik weer aan het werk gaan. Maar waar was mijn boek? Ik had er toch gisteravond nog in zitten lezen? Waar kon het dan nu ineens gebleven zijn? Ik doorzocht mijn hele kamer, maar nergens vond ik het grote boek. Ik was erg verdrietig. In dat boek staan al jullie wensen. Wat moest ik nou toch beginnen zonder mijn boek? Ik zocht overal in het kasteel. Eerst liep ik de trappen af naar de kelder. Deed de deur open en knipte het lichtknopje aan. Nee hoor, niets te zien. Alleen maar een paar lieve muisjes. Hebben jullie mijn boek soms gezien? vroeg ik. Zeiden ze. Nou, daar verstond ik niks van. Ik deed de deur weer dicht yeah. en liep terug naar boven. Hmm, waar kon ik nu nog eens zoeken? Op zolder misschien. Ik deed het luik van de zolder open. Yeah. Knipte het licht aan. Ik zag van alles op de zolder, maar zag ik mijn grote boek? Nee hoor. Daar zaten wel een paar vogeltjes. Weten jullie waar mijn boek is? Zeiden ze. Ook hier begreep ik natuurlijk niks van. En zo zocht ik de hele dag. Op ieder plekje in het kasteel. Zonder resultaat. Pas s'avonds heel laat kroop ik weer onder de wol. Uitgeput plofte ik in mijn bed. O, wat was dat voor hart onder mijn kussen? Nou, jullie raden het al. Het was het grote boek. Ik had het de vorige avond onder mijn kussen gelegd toen ik ging slapen. Het was de enige plek waar ik die dag niet gezocht had. Een beetje dom, dat wel, maar ik was wel heel erg blij. Het grote boek was weer terecht. Hoera! Opgelucht viel ik in een diepe slaap. Wel te rusten. Hallo, vens. Nou, hier ben ik dan, jullie eigen muziekpiet. Zeg, jullie hoorden net het verhaal van Sinterklaas. Spannend, hè? Hij noemt zijn verhaal dus een hoorspel. Ik zal jullie uitleggen wat hij daarmee bedoelt. Je hoort dat hij steeds allerlei geluidjes maakt in zijn verhaal. Als hij het over slapen heeft, dan hoor je. En als de wekker gaat, dan hoor je. En de wind klinkt zo. Soms hoor je voetstappen. Of een paar lieve muisjes. En af en toe een vogeltje. En ga zo maar door. Je hoort allemaal verschillende geluiden. Nou, Sinterklaas gaat zo meteen hetzelfde verhaal nog een keer voorlezen. Maar nu maakt hij niet hetzelfde geluiden. Die geluiden moeten jullie nu maken. Leuk hè? Nou, probeer het maar eens. Ik heb het ook gedaan en ik vond het erg leuk. Ik ben vooral erg goed in de. Ah. Eetgeluiden. Oh ja, als je een vogeltje moet nadoen en je kunt nog niet fluiten. dan mag je ook gewoon tweet zeggen hoor. Nou, wat vinden jullie ervan? Zullen we het maar eens proberen? Oké, okay, komt-ie. Veel succes. Het was een koude winteravond. De wind gierde om het huis. Maar binnen was het lekker warm. Ik zat voordat ik ging slapen nog even te lezen in het grote boek. Je weet wel, het grote boek waarin ik al jullie brieven en verlanglijstjes bewaar. Er werd op de deur geklopt. Binnen, zei ik. De deur ging piepend open. Het was Piet. Hij bracht me een lekker glaasje warme melk. Heerlijk vind ik dat voor het slapen gaan. Dankjewel, Piet. Welterusten Sinterklaas. En daar ging Piet weer. Hij deed de deur weer dicht. Ik dronk mijn glaasje warme melk voorzichtig op. Het was nog wel een beetje heet. En las verder in mijn grote boek. Tjonge, tjonge, wat hadden jullie mij weer veel brieven gestuurd? De ene brief was nog mooier dan de andere. En de verlanglijstjes zagen er ook zo keurig uit. Hmm, een speelgoedhondje voor Heidi. Haha, een fluit voor Fleurtje. Oh, een fiets voor Floris. En een autootje voor Ahmed. Nou, zo zat ik dus nog een hele tijd te lezen en na te denken over de cadeautjes die ik allemaal mee moest nemen. Het werd later en later. Ik begon moe te worden en moest gapen. Langzaamaan begonnen mijn ogen dicht te vallen. Tijd om het boek weg te leggen en heerlijk onder de wol te kruipen. Buiten waaide het nog steeds. Maar ik lag lekker warm in mijn bed en viel als een blok in slaap. De volgende ochtend werd ik wakker van de wekker. Buiten waren de vogeltjes alweer aan het fluiten. En nog altijd waaide het heel hard. Piet klopte op de deur. Deed de deur open. En bracht me mijn ontbijt. Toen hij wegging, deed hij de deur weer dicht. Ik at mijn boterhammetjes lekker op. En na het eten wilde ik weer aan het werk gaan. Maar. Waar was mijn boek? Ik had er toch gisteravond nog in zitten lezen. Waar kon het dan nu ineens gebleven zijn? Ik doorzocht mijn hele kamer. Maar nergens vond ik het grote boek. Ik was erg verdrietig. In dat boek staan al jullie wensen. Wat moest ik nou toch beginnen zonder mijn boek? Ik zocht overal in het kasteel. Eerst liep ik de trappen af naar de kelder, deed de deur open en knipte het lichtknopje aan. Nee hoor, niets te zien, alleen maar een paar lieve muisjes. Hebben jullie mijn boek soms gezien? vroeg ik. Zeiden ze. Nou, daar verstond ik niks van. Ik deed de deur weer dicht. En liep terug naar boven. Hmm, waar kon ik nu nog eens zoeken? Op zolder misschien. Ik deed het luik van de zolder open. Knipte het licht aan. Ik zag van alles op de zolder. Maar zag ik mijn grote boek? Nee hoor, daar zaten wel een paar vogeltjes. Weten jullie waar mijn boek is? Zeiden ze. Ook hier begreep ik natuurlijk niks van. En zo zocht ik de hele dag, op ieder plekje in het kasteel, zonder resultaat. Pas s'avonds heel laat kroop ik weer onder de wol. Uitgeput plofte ik in mijn bed. Oh, wat was dat voor hart zonder mijn kussen? Nou, jullie raden het al. Het was. Het grote boek. Ik had het de vorige avond onder mijn kussen gelegd toen ik ging slapen. Het was de enige plek waar ik die dag niet gezocht had. Een beetje dom, dat wel, maar ik was wel heel erg blij. Het grote boek was weer terecht. Hoera! Opgelucht viel ik in een diepe slaap. Wel te rusten, pakjesavond.